We doen elke week op woensdag nu een koffiebreak met. En de koffiebreak vandaag is met Eva den Heijer. En zij doet hele interessante dingen met games. Dat deed ze al. En sinds corona doet ze dat op een andere manier. En daar ben ik natuurlijk heel erg in geïnteresseerd. Dus Eva, zou jij jezelf even kort willen voorstellen? Ja, ik ben docent ludodidactiek. Onder andere, ik ben ook nog... elders een ander vak geef ik. Maar ik ben docent ludodidactiek aan de HKU, aan de master kunsteducatie. En ik geef dus les aan voornamelijk docenten in voortgezet onderwijs, primair onderwijs en hoger onderwijs. Ja, dus jij bent docentenopleider. Dus dat is natuurlijk heel interessant. Want ja, dat... Ja, hè, klopt. Jij moet het weer doorgeven aan die het weer doorgeven aan. Dat is een mooie samenvatting. Nou, jij was al bezig met gaming in het onderwijs, heb ik van je begrepen. Ja. En toen kwam corona. Wat moest er toen gebeuren? Kon het allemaal nog doorgaan? En zo ja, op welke manier? Nou, we waren net begonnen met het vak. Ludodidactiek is overigens onderwijs ontwerpen op basis van gameprincipes. Dus we gebruiken heel veel gametheorie. En in het vak worden onze studenten eigenlijk ontwerper van hun eigen onderwijs. En dat zijn ze meestal niet gewend. Dus dan moet er heel veel gebeuren eigenlijk. Er moet heel veel literatuur gelezen worden. Maar er moeten heel veel spellen gespeeld worden. En gelukkig hadden we al heel veel theorie ook op filmpjes. Daar kan ik misschien even iets... Tenminste, we hebben een hele metrokaart waarin we de filmpjes ook aan elkaar verbinden. Misschien kan ik dat even laten zien. Even kijken of ik hem dan heb. Nee. Ja. Ja, zeker. Hier. Nou, nee. Kijk nou. Ja. Nou, dit is... een onderdeel wat ze gelijk al krijgen aan het begin van de les. Dus dat hadden ze gelukkig al. Dus ze konden hier naar hartelust filmpjes kijken. Maar ze moesten ook veel lezen. En aan het begin van onze module krijgen ze allemaal het tentamen. En dat is een spel. En dat is allemaal educatie, literatuur over games... spellen. En het idee is van ons vak is namelijk dat ze zelf wel iets gaan ontwerpen ook, maar dat ze die literatuur die we hanteren en de theorie, dat ze die kunnen verbinden aan hun eigen project. Ze krijgen dit spel aan het begin en dan dit is het tentamen. Daar sluiten ze mee af. Dat ziet er zo uit. Wow. Live allemaal op de werkvloer. En tijdens dit tentamen ben ik altijd in het buitenland in elk geval. Dit doen ze zelf. Maar goed, er moest dus veel gespeeld worden. En hoe doe je dat nou in een lockdown situatie? En toen zijn we, toen ben ik eigenlijk de post gaan benaderen, zeg maar. Of tenminste, alle spellen zijn over de post gegaan. Dat onder andere... En ik ben zelf als een malle gaan verzinnen van ja, en zoeken naar platforms waar mensen samen konden komen online om spellen te spelen. En zo kwam ik eigenlijk op Roll20. En dat is dit. En daar kunnen ze gewoon eigenlijk kaarten schuiven, aan elkaar leggen. Dat is precies ook wat we willen. Nou, het gaat niet helemaal van harte nu op dit moment, maar in elk geval het idee is dat ze hier toch kunnen spelen met elkaar. Dat. Ja, mooi. Maar ze moeten natuurlijk ook zelf maken. Dus eigenlijk is een groot onderdeel van ons vak, is dat ze, zie je, dat ze uiteindelijk zelf iets maken. Dat is een projectkaart wat je daar ziet. Dat is hun eigen project. Die moeten ze aan de kaarten verbinden die op tafel liggen. Dus eigenlijk aan de theorie. Ja. En dat ziet er dus zo uit. Dus dat is eigenlijk allemaal papier. Dat is helemaal niet online. En wij dachten toen ook van, hoe gaan we dit nu doen? Want het idee is dus ook dat ze gaan playtesten. Dat doe je ook op deze manier.
Nou goed, dus de postbode en de uitkomst en de printer. Want je kunt natuurlijk ook bestanden opsturen en zelf uitprinten en knippen en plakken. En zo zijn we dit eigenlijk, is dit eigenlijk prima nog gegaan en hebben onze studenten echt hele goede spellen nog kunnen maken. Ja, dit is dus live, maar we deden dit nu allemaal via Zoom in kleine breakout rooms. En dan kun je toch nog met elkaar dingen overleggen en ja, dan word je zelf een beetje game master, maar dat hoeft niet altijd. Ja, soms bleek Zoom eigenlijk een prima uitkomst te zijn om te kunnen spelen met elkaar. Juist ook in die kleine breakout rooms. Dus ja, ik ben eerlijk gezegd erg tevreden over hoe het is gegaan het afgelopen jaar. Ja, nu. Het klinkt heel erg als, ja, je hebt een niet zo heel traditioneel vak. En met heel veel live elementen. En dat moet je dan ook nog allemaal, hè? Want dit ging wel even verder dan alleen maar een hoorcollege online zien te krijgen. Ja. Maar het is dus heel goed gelukt voor jouw gevoel. Ja, het is heel goed gelukt voor mijn gevoel. En wat ik met name eigenlijk dus heel leuk vond, was dat toesturen over de post. Mm-hmm. En dan kreeg je, mijn vak is dan vrijdagochtend. En dan kreeg je op woensdag kreeg je een pakketje binnen. En dan wist je al van, oh, wat leuk. Dit gaan we vrijdagochtend gaan we dit dan gaan we dit bekijken. Maar ik heb het nu al in handen. En het leuke is natuurlijk dat op het moment dat je les ook klaar is, dan heb je nog steeds die kaarten in je handen. Dus je bent niet helemaal weg. Je vak is niet helemaal verdwenen. Nee. Je hebt nog iets tastbaars, zeg maar. Ja. Dus ja, ik had het gevoel dat die combinatie. Gisteren ook weer heb ik een hele stapel post toegestuurd naar mijn studenten. Zodat ze kunnen knutselen en thuis kunnen prototypen. En ik denk dat eigenlijk wel goed werkt. Ja, ja. En ook zeg maar jij voelt je dus blijkbaar wel verbonden met de studenten, maar je communiceert ook veel met ze, begrijp ik. In Teams, in allerlei breakout rooms. Studenten onderling, hebben die dan ook, die werken ook veel samen of moeten ze individueel aan die opdrachten werken? Nee, juist heel veel samen. Wat ik merk is, omdat we nu leerteams dus maken, en ze hebben zichzelf ook echt een profiel gegeven. En ze zijn ook, bijvoorbeeld, ik heb een team dat heet Clyde en een team dat heet Bonnie. En samen willen ze ook nog Bonnie en Clyde zijn, zodat ze af en toe ook nog elkaar kunnen zien. Zij hebben een vast moment ergens in de week dat ze met elkaar samenkomen om spellen te bespreken en ontwerpen te bespreken en literatuur te bespreken. Ik heb het gevoel dat zij nog veel meer met elkaar verbonden zijn dan ik met hun. Ik heb het gevoel ook dat het erg goed werkt. Dat het nog meer versterkt doordat ze zich zo met elkaar verbonden voelen. Ja, okay, nice. Ja. Het klinkt als dat je behoorlijk veel tijd aan alles hebt besteed om ten eerste om het om te zetten naar de online variant. Maar ik denk dat het nu ook nog steeds wel heel veel tijd kost. Ja, nou is het vooral de opzet ervan. Dus je bent vooral eigenlijk heel erg. Ik ben heel veel tijd kwijt geweest aan de eerste 2-3 lessen. Uh-huh. Juist om te zorgen dat alles in goede banen komt. En dat ook mensen dus ook een leerteam worden. En die voorbereidingstijd. En de opzet van de online bijeenkomsten, daar moet je ook wel even echt een goed schema van maken. Ook goed bedenken van hoe komen je studenten binnen? Wat hebben ze meegenomen van de afgelopen week? En we communiceren ook nog veel via Project Campus dan nog, ook zo'n platform. Ze zijn wel aan de slag geweest, dus daar heb je ook nog wel. Dus je moet tussen je bijeenkomsten, je lessen, moet je eigenlijk nog wel even online of even contact hebben gehad.
En daar, ja, daar gaat tijd in zitten, ja. En ook de post. Ik ben gisteren wel, ja, ik heb echt pakketjes lopen maken. Ja, dan ben je wel even, nou, een uurtje zoet weer, ja. Ook extra. Ja. Dus, ja, zeker. Er gaat meer tijd in zitten dan een gewone les geven. En als je nu denkt van, ja, je hebt het nu, zeg maar, naar de online variant gebracht. Kan je dat dan volgend jaar makkelijker weer inzetten? Is dat dan misschien... Nou, er zijn zeker wel... kijk, we hadden natuurlijk al die filmpjes, dus dat is helemaal super. Ja. En dat zetten we al, dat deden we al, dus dat blijft er altijd in. Maar ik denk die leerteams ook, gaan we doorzetten. Okay. Omdat je merkt gewoon dat dat gewoon goed werkt, doordat ze al een klein clubje zijn, met elkaar kunnen sparren. Dat werkt gewoon beter dan dat je dat in je eentje moet doen en dan weer van les naar les gaat doen. Dus dat gaan we er echt wel in houden. Okay. Dus ja, er zijn absoluut nieuwe elementen die we door corona nu echt wel daarin gaan houden. Al is het offline onderwijs trouwens. En het is natuurlijk wel zo, want ik vind wel dat ik haal toch de meeste energie weer uit het fysieke contact met de mensen. Gewoon, ja... grapjes kunnen maken. En dat probeer ik online ook wel te doen. En vooral ook veel in te zoomen op dat mensen plezier moeten hebben. En het niet zo zwaar moeten maken voor zichzelf. Oh ja. Dat verband heb ik eigenlijk altijd nog wel een afsluitende vraag over plezier gesproken. Ging er nog wel eens wat mis bij je? Waardoor je dacht van ja, dat ging mis, maar ik moest er ook eigenlijk wel om lachen. Ja, aan de lopende band gaan er dingen mis. Dan knalt je wifi eruit, bijvoorbeeld. Dat gebeurt me eigenlijk wekelijks. Oh. En dat weten mijn studenten nu ook. Ik heb daarom ook altijd een co-host. En ik heb ook gelukkig hele goede collega's die er altijd bij willen zijn. Dus dat helpt. En ja, wat gaat er mis? Ja, nou, wat gaat er mis? Ik weet niet of je het echt over... Ja, dat is onderwijs. Ja, het gaat niet altijd als gepland. Soms wel, en dat is echt helemaal tof. Maar ik denk dat je gewoon in contact moet blijven met de mensen om te kijken van... Hey, gaat het allemaal nog wel? Want ik kan wel van tevoren een heel programma verzinnen... Maar of dat allemaal in je hoofden gaat nog, dat ja, je kunt zoveel willen. Dus je moet dat blijven, je moet blijven schakelen en blijven communiceren. Dat is ja, belangrijk. Super, ik krijg eigenlijk bijna zin om het spel zelf te gaan spelen, maar ik heb helemaal geen achtergrond in de kunst. Dus ik kan je zo uitnodigen. Ja, misschien moet ik dat doen. Heel erg bedankt voor je leuke verhaal. Nou, ik ga er een mooi artikel van maken op de communitypagina Online Binding van Surf. En kan iedereen dan bekijken. En we kunnen dit filmpje natuurlijk, nou, dat hebben ze dan al helemaal bekeken. Eva, bedankt en misschien tot de volgende keer. Yes, tot de volgende keer. Tot ziens.